Mart Visser bijvoorbeeld. Al meer dan 20 jaar succesvol bezig met zijn haute couture en confectiecollecties. What's your flavor? Mart Visser, dit was en is zijn dagelijks werk. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor? Maar dankzij opnames ruim 2 jaar geleden gemaakt in zijn Zuid-Franse buitenhuis, kreeg hij er een nieuw tweede leven bij. Want dat was iets dat hij in feite zelfs voor de meeste van zijn vrienden verborgen had gehouden. Visser schilderde ook, dat al langere tijd en verre van onverdienstelijk. Portretten, koppen noemt hij ze zelf en heel bijzonder. 38 seconden, langer was het niet. Het fragment dat aan zijn leven een dimensie zou toevoegen. Dans ma ville aux pluies d'automne, odeur de craque, enfant griffonne, trottoir mouillé, les marronniers, bonsoir. Direct nadat deze beelden waren uitgezonden, kreeg hij de ene uitnodiging naar de andere. Hij was niet voor zijn couture, maar om zijn kunstwerken te laten zien. Cheveux mouillés, gorge serrée, du soir. Intussen heeft hij een grote tentoonstelling gehad in het Van der Toch Museum in Amstelveen. En wordt zijn werk getoond op kunstbeurzen van New York tot Miami. Maar waar hij tot nog toe in Frankrijk en in zijn Amsterdamse atelier op klein formaat schilderde, daar is hij sinds kort aan iets nieuws begonnen. Reden genoeg om hem opnieuw op te zoeken in het dorpje Tourette-sur-Loup in de buurt van Nice. Niet alleen omdat de komende week de opening is van een grote tentoonstelling met dat nieuwe werk, maar ook voor antwoord op die ene vraag. Waarom is Mart Visser zo gefascineerd door deze vrouw? Actrice Rowan Wright, die in de serie House of Cards de rol speelt van Claire Underwood, de iets te ambitieuze echtgenote van de president van Amerika, een rol van Kevin Spacey. Want wat is er voor Visser zo bijzonder aan die vaak zo bitchy Claire? We zijn in het diepe zuiden van Frankrijk, op een heerlijke plek, een klein half uur rijden van de Middellandse Zee. Als hij zich even aan het hectische leven in Amsterdam kan onttrekken, vind je hem hier, samen met echtgenoot Job van Doorn en hond Harper, een grijze Weimaraner. En hier blijkt dan dat hij aan een nieuwe fase is begonnen in zijn carrière als kunstschilder. Ik herinner me nog dat je toen zei, ja, dat ga ik niet laten zien. Dit is van mezelf, ik ben geen zangeres die ook nog een beetje erbij schildert, dit is van mij. Dat hoeven de mensen niet te zien. Nee, dat vond ik tot een jaar daarna nog eng. Op een of andere manier. Nu ben ik eroverheen, nu doe ik gewoon maar het filmpje. Dat is geen coquetterie. Nee. Op een gegeven moment ben ik veel groter gaan werken. Ik laat het aan iedereen zien. Er komen allerlei verschillende mensen langs, van musea, verzamelaars tot galleries. En op een gegeven moment ben je daar wel overheen om je werk te laten zien. Ja. En de nieuwe dimensie is dit: het grote werk. Ja, ik ga steeds groter op een of andere manier. En het blijft mij alleen maar die koppen. En alleen maar bezig met die grimassen, gelaatstrekken. En je gezicht heeft 9000 gelaatstrekken. Dat is zo ontzettend veel te doen. Is 9000 een wetenschappelijk bewezen aantal, ja, of fantaseer je dat nu? Nee, is echt zo. We hebben 9000 gelaatstrekken. Ja, zo. Dus als je alleen maar die doet, is het een glimlach? Of is het iets morsigs? Of is het iets boos? Of is het juist iets heel vrolijks? Ja. Maar is het formaat lastiger dan het kleine? Ja, want ik moet het eerst op de grond maken in mijn atelier achter in de tuin. En dan ga ik daar dus gewoon plat op de grond en ga ik er daar overheen. En zo ontstaat die kop. Maar je werkt hier ook nog. Maar hoe kom je dan boven? Dan hang ik hem op zijn kop. Hij staat hier gewoon met grote klemmen vast aan de balustrade. En dat bovenste gedeelte moet ik nog helemaal doen. En dan sta ik dus dagenlang met een stiftje staken. Al die landscaping noemen ze dat. Dus al dat kleine, urenlang. Als je er ergens rustig van wordt. Is dit het wel. Heb je dat nog nodig om ergens rustig van te worden? Ik heb dit echt nodig, ja. Ja? Het is ook nog steeds echt voor mij een soort uiting en iets anders doen. En wat ik er zelf van heb geleerd, echt als contradictie van mijn cultuur, is dat ik dit echt nodig heb om een soort echt je kop zo leeg te kunnen maken. Ik heb figuurlijk dus alleen maar doorgaan. Mensen vinden dit chic klinken dan zoiets. Ze denken, ja, mooi filosofietje. Ja, snap ik, maar dit is toch echt voor mij wat het is. Niet alleen in Frankrijk, ook in zijn Amsterdamse atelier is hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer om zijn expositie voor te bereiden. Ik ga nu 10 tot 20 februari in Amsterdam. Ik ga nog 1 weekend voor iedereen open.
En dan ga ik het op deze manier weer laten zien. En hoe is de inkomensverhouding? Levert het ook wat op of niet? Of is het nog steeds hoofdzakelijk het naaiwerk? Nee, dit is echt serieus. En dat weet je, welke kant ga je daarmee op? Omdat dat doet ook wel een beetje dit bij mij. Omdat het anders dan. Het is niet de bedoeling dat dit mijn werk gaat worden. En dan ben ik bang dat ik niet meer kan maken wat ik moet doen. Nee. Aan de muur vadervisser. En een zelfportret van Mart. Met die dubbele baan in het teken van mode en schilderkunst, rustige tijden waarschijnlijk voor echtgenoot Job. Is er nog wel ruimte voor jou in dit leven? Ik vind het ook wel lekker rustig. Hij heeft twee ateliers, één in Amsterdam en één hier in Zuid-Frankrijk. En hij is regelmatig aan het schilderen. Dus er is genoeg ruimte in mijn leven voor Ik heb nog nooit zoveel boeken gelezen op deze vakantie. En hoe is jouw recensie van het werk? Ja. Kom maar op. Mijn recensie van jouw werk. Zal ik het zo niet meer voor je samen? Nee. Dat boek wat hier hangt bijvoorbeeld. Met name die grotere werken. Ik hou heel erg van grotere. Ik moet zeggen, als ik dit op een kunstbeurs tegenkom, dan gaan mijn ogen lopen. Ja. Dan ontstaat er wel. Dat is bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Ja. Nu we hier toch zijn. Kunnen we het niet laten om nog even terug te komen op een ander moment uit ons vorige bezoek. Wat op mijn netvlies heeft blijven hangen is toch dat blozen van je op een gegeven moment. Toen je zei, nee, maar ik heb alles meegemaakt. He, voor de heren liefde koos, ik weet precies hoe het smaak eruit voelt. Dat heb je onthouden, hè? Dat soort dingen. Ja, onthouden, gek genoeg, ja. Als je zo intensief met een vrouw bezig bent, is er dan nooit een moment geweest dat je dacht, hey, met jou zou ik ook wel iets willen? Doe ik niet eens seksueel, maar überhaupt. Ook heb heel veel vriendinnen gehad, hoor, vroeger. Ik weet hoe het voelt, smaakt, ruikt, het hele verhaal. Dat voelt, smaakt, ruikt. Maar dat maakt wel dat je, ik was er vrij jong bij, zeg maar, en dat... Het is wel fijn dat je nu licht ziet blozen voor het eerst. Dat is, wat, is dat zo? Ja. Is dat zo? Oké. Okay. Ja, dat was gewoon zo. En pas toen ik veel later, iets met een man had, toen dacht ik, oh, dit is dat gevoel waar al die jongens het over hebben, al die tijd. Maar wat wil je dan weten? Nou, ik vond het blozen mooi. Je controleert dus niet alles. Je lijkt heel erg in control, maar dan weer niet. Nee, ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe. Kijk, het leuke vind ik wel, ik denk dat je alleen kan creëren en iets kan maken als je daar nog gewoon vrij bent van leven. En daar bedoel ik mee, dat je gewoon dat je kan reizen, mensen ontmoeten, leuke dingen doen. En ja, dan ben ik heel erg blij dat ik gewoon een hele wilde tijd tijdens mijn opleiding heb gehad. Een hele wilde tijd in New York. En dat maakt wel dat ik daar nu gewoon heerlijk een stukje established ben en rustig met Job. En dat, ja, ik vind wel leven. Ja, maar je bent niet voorzichtig in wat je vertelt. Je bent open. Tot een bepaalde hoogte, ja. Dat hoort daar ook bij. Ja, weet je, en ik heb ook door dit huis en mijn omgeving, wat eigenlijk heel privé is, ook zo vrij te geven in het tv-programma. Dat vind ik ook alweer een hele grote stap van het zakelijk en het zou je eigenlijk niet moeten doen. Ja, maar ik vind het leuk, omdat het langzaam wordt het ook meer onderdeel van je. Job is 15 jaar lang nooit naast mij in beeld geweest. Nooit. Was er een première ergens, dan ging hij achter die lopen langs en op. En op een gegeven moment was ik het zo zat, hij zegt, en nu ga je gewoon, hij wil weer weglopen bij zo'n premier. Nee, ik ga met mij op die rode lopen staan. Ja, dat was een soort hot topic, dus hadden mij nog nooit met Job samen gezien. Dus ik was ook gelijk, ik was helemaal weggeflitst op die rode loper. Maar ook wat heeft hij de smaak te pakken, vind ik het leuk. En dan hebben we het dus over Claire Underwood, echtgenote van de Amerikaanse president in de successerie House of Cards. Wat is wat jou zo aanspreekt in uitrekening deze vrouw, die zeg maar karakterologisch ook iets wiedeligers heeft? Ik denk, kijk, waarvoor ik het gebruik, dat was mijn laatste cultuurcollectie, dat ik zocht zo'n soort krachtig individu. En zij voldeed daar volledig aan. Natuurlijk een hele gemene, nare vrouw, maar puur haar voorkomen. En die kop, en dat ze dan staat, en zie je langzaam zie je die nek zie je langer worden, en één blik naar links. En dan begrijp je iets van, oh ja, weet je wel. En dat zoek ik soms zo in een vrouw, dat vind ik echt, dat is zoveel seks aangekleed, omdat er zoveel kracht in ligt in wat zij doet. Nou, ik vind dat soort vrouwen, ik heb ook een paar binnen mijn cliëntel, allemaal van die decision makers, dan komt dat binnen en alleen omdat iemand dan zo'n jas neergooit bij mij op een nette manier, en dan ligt die jas nog mooi, het is ook nog een goede jas, dat ik echt denk, oh ja, dan ben ik direct onderdaan aan zo'n vrouw, dat vind ik dan toch lekker. Misschien is dat een hele andere kant. Je ontdekt steeds andere kanten van jezelf. Door jou ontsteek ik hele andere kanten. Dat je 9000 andere kanten hebt, langzamerhand. Oh ja. Ja, oh, blozen. Ja. Ik zie het lichter blozen. En toch weer gelukt. Gaan we weer. Maar dan moet je natuurlijk in zo'n show iemand hebben, want zij kwam niet.
Het liefst had je haar natuurlijk even bij die show gehad. Nee, dat is veel te veel aandacht. Maar het is eigenlijk omgedraaid. Want ik stond op een partij ergens in het Gooi en er staat Anouk Smulders. Die had net haar haar kort geknipt. En Anouk presenteert op Kertje Boulevard. En ik kende haar vroeger als model, toen werkte ze voor mij. En zij staat daar. En dan gewoon, het is gewoon mooi na 42. Een goede kont op zulke hakken. En ik denk, dat is er. Kont belangrijk. Ja, hele mooie billen. Ja. Ik vind een vrouw met billen. Die zien we nooit bij Boulevard. Nou, misschien moeten we daar veranderingen mee. Ze hebben een staandesk, dus dat kan ze misschien best een leuke draai geven. Maar ik vind dan wat Anouk dus ook deed, en dat vond ik zo mooi. En het mooiste compliment krijg ik uiteindelijk vanuit je cliëntel. Die dan zegt, oh wat goed, je laat gewoon ons heerlijke na 42 zien. En dat ziet er fantastisch uit. Het enige verschil tussen Anouk en Claire is, Anouk lijkt me geen bitch. Nee, Anouk is zo. Nee. En die kan wel even zo staan en even zo blik dat je denkt, oh, oké. Okay. Je past met haar ergens naar een première. Ik reed naar haar toe, pikte haar op en dan gaat die deur open en daar staat ze. Ik was even helemaal soort stupefier. Ik denk, holy shit, wat ben je helemaal op. Dat is leuk. Ja, je speelt dat niet, want ik zie aan je dat het echt is. Nee, maar ik kan echt onder de indruk zijn van mooie vrouwen. En helemaal van die, ik zag Cindy Crawford een half jaar geleden in New York lopen op een expositie. Ze heeft ook mijn werk gezien, ook grappig. Dat ik echt denk, oh wat ben jij mooi. Ja. Kan ik er bijna als een soort groepie achteraan lopen, omdat ik even wil zien hoe dat ze gewoon bewegen, dat ze staat. Maar zo'n vrouw ook, die is gecontroleerd, en die gaat staan voor zo'n doek en dan is het, alles is dan ook mooi. Weet je wat ze doet? Nou, ja, daar word ik wel warm van, ja. En Naomi Campbell is ook mooi. Die hangt niet van iets hier. Dat schijnt dan echt een ontzettende bitch te zijn. Verschrikkelijk. Maar ik vind het werk van, ja. Je hebt haar geïnterviewd. Ja. Dat was vreselijk. Niet te harde. Maar ik vind het werk van Ismaëlle Dubois, dat vind ik gewoon een geweldige kunstenares. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk nooit met Ecoline en dat soort dingen koppen maak. Omdat het dan heel snel op het werk gaat lijken van Dubois. Het schilderen heeft een enorme vlucht genomen. De plotselinge internationale belangstelling heeft ook Mart zelf verbaasd. Als ik zie hoe ongelooflijk veel werken er niet meer aan mijn muren in mijn atelier hangen, maar bij mensen thuis en dan all over the world, van Shanghai tot New York en weer terug. Ja. In 2 jaar tijd. Ja. Dan denk ik, nou, I rest my case. Mooi. Een tijdje terug kocht ik een Italiaans tijdschrift.